Welkom bij nog Spellenzolder, dit keer het spel Mercator, uitgegeven door Lookout Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je ongeveer een uur tot anderhalf uur mee zoet bent. En in dit spel kruipen de spelers in de huid van een handelaar. En als handelaar trekken zij door Europa waar zij goederen inslaan en goederen weer verkopen en zo proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. Uiteindelijk gaat het erom om de meeste overwinningspunten te scoren en degene die dat voor elkaar weet te krijgen aan het einde van het spel is de winnaar van Mercator. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Uwe Rosenberg en die kennen we natuurlijk van Agricola en Ora en Labora en meer toptitels. De spelregels zijn in het Engels, er is helaas nog geen Nederlandse versie uitgebracht. En er staat in principe alles wel in, alleen dat staat een beetje rommelig, à la Fantasy Flight. Eerst gaan we in het kort uitleggen hoe het spel werkt en daarna gaan we nog een keer uitvoerig in op elke stap, terwijl ik liever alles in één keer lees. En dit is een los blaadje hoe je het spel op moet zetten. Dan krijgen we, en dat is wel weer heel gaaf gedaan, allemaal kartonnen bakjes die je zet je zelf in elkaar, waar je de goederenblokjes in bewaart. We krijgen contractkaarten met verschillende waardes. We krijgen tijdfiches. We krijgen bonusgoederenkaarten en gebouwkaarten. We krijgen het geld, een locatiepion en wat overzichtskaartjes voor de spelers. Dit is de tijdtrack die we nodig hebben. Deze twee borden met gaten erin vormen samen het hoofdbord. Daar kopen wij de goederen, daar gaan we op reizen. En elke speler krijgt zijn eigen kantoor met daarop een tafel waar hij zijn contracten neerlegt. En hier zo vakjes waar hij de diverse goederen in bewaart. Dat is wat we krijgen. Tijd om een spelletje op te zetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Het centrale bord wordt in het midden gelegd met de verschillende vakjes en de bijbehorende kleuren goederenblokjes erin. En op elke hoofdlocatie en hoofdlocaties herken je aan het feit dat ze een gekleurde rand hebben, komt één blokje van het betreffende land. Spanje is rood, dus daar komt één rood blokje op het vakje Spanje. Daarnaast leg je het tijdbord. Op het tijdbord staan een aantal posities die aangeven welke sporen gevuld worden afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Ik heb een voorbeeld genomen met 3 spelers. Dat betekent dat we de bovenste rij niet vullen, maar alle andere rijen worden gevuld met tijdfiches. De tijdfiches zijn letterlijk zandlopers met op de achterkant een letter of in dit geval zelfs 2 letters. Wat je doet, je legt ze gewoon blind neer, je schudt ze en je vult het bordje. De tokens die je over hebt, die kun je gebruiken als wisselgeld. Daar komen we straks bij. Dat is het tijdbord. Dan leggen wij naast het bord de bonusgoederenkaarten, de trekstapel en er worden er 4 opengelegd. Daarnaast krijgt elke speler aan het begin van het spel 2 bonuskaarten. De gebouwen worden er 4 van opengelegd. De rest vormt weer een stapel. Die krijgen de spelers niet. En dan hebben wij de contracten. De contracten worden gesorteerd op nummer. Elk contract heeft aan de achterzijde heel duidelijk het nummer staan. En aan de voorzijde staat hieronderin welk niveau contract dit is. Dit is een niveau 5 contract. Die sorteren we. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En uiteindelijk het niveau 14 contract. En die is puur voor de bonuspunten. Elke speler krijgt een niveau 2, 3, 4 en 5 contract. Als er niveau 2 contracten over zijn, gaan die niet hier bij de overige contracten, maar die gaan terug in de doos. De andere contracten worden natuurlijk gewoon hier neergelegd in een openste appel. Maar dan wel zo dat je alleen de bovenste kan zien. Dan krijgt elke speler nog een kaartje waarop staat hoe hij aan het einde van het spel punten scoort en een voorraadschuur. Een voorraadschuur is ook zo'n klein tegeltje en op dat tegeltje ligt 1 blokje van elke kleur. En die kan op een willekeurig moment tijdens het spel door de speler gebruikt worden om te zeggen ik wil dit blokje naar mijn voorraden, mijn depots en mijn opslag verplaatsen. En je zult zien dat elk blokje heeft 2 mogelijkheden. Een grijs blokje kan fabric zijn en een grijs blokje kan kool zijn. Als je hem vanuit je voorraadschuur naar je spelersbordje beweegt, dan mag je zelf kiezen in welk vak je hem legt. Nog wat geld voor de bank. Een pion die aangeeft in welke
plaats wij zijn, die staat nog natuurlijk eventjes naast de locaties, want we zijn nog nergens. Het doel is overwinningspunten verzamelen. Aan het einde van het spel krijg je overwinningspunten voor de 5 contracten die hier op jouw bureau liggen, van je spelersbord. Die contracten zijn letterlijk het aantal punten waard van het niveau contract. Dus dit is een level 2 contract, dus die is aan het einde van het spel 2 overwinningspunten waard. Die 5 contracten zijn punten waard. Extra contracten die je hebt, die liggen niet meer op je bordje. Die zijn ook punten waard, maar daarvoor krijg je de helft van de punten. Worden overigens niet afgerond. En tot slot zijn er punten te verdienen met gebouwen. Dat zijn de 3 manieren waarop je punten scoort in dit spel. En daar zullen we voor willen gaan. Zo zetten we het op. Hoogste tijd om eens een potje te gaan spelen. De beurt van een speler is opgeknipt in 4 stappen. De eerste stap is dat de speler contracten mag verkopen en met het geld wat hij daaruit krijgt, mag hij gebouwen kopen of mag hij nieuwe bonuskaarten kopen. Wat staat er op een bonuskaart? Op een bonuskaart staat altijd een locatie en de goederen die je krijgt als je naar die locatie reist. Dus als ik naar Newfoundland ga, krijg ik 2 blokjes en er staat al specifiek wat het is. De zwarte blokjes worden in dit geval iron blokjes. Reis ik met een andere speler mee naar Newfoundland, krijg ik maar 1 blokje. En zo zijn al die bonuskaarten opgebouwd. Ik heb er dan toevallig 2 die allebei naar Newfoundland gaan, maar ze zijn er voor alle locaties. De gebouwenkaarten, die hebben gewoon overwinningspunten in een krans. De voorwaarden om die overwinningspunten te krijgen. En wat ik net had laten zien, hier zo staat een 6 met daaromheen gouden muntjes. Dat is de prijs van dit gebouw. 6 gouden muntjes. Er is geen limiet aan de hoeveelheid gebouwen die je mag hebben. Nog is er een limiet aan de hoeveelheid bonuskaarten die je mag hebben. En bij de bonuskaarten zien jullie staan ook weer die gouden muntjes met een getal. En dat zijn de kosten voor zo'n bonuskaart. De eerste stap. Als ik 5 of minder contracten heb, mag ik contracten verkopen om daar geld uit te krijgen. Je zult zien dat op elk contract een aantal munten staan afgebeeld. Gouden munten in dit spel hebben een waarde van 1 en zilveren munten hebben een waarde van 5. Ik mag zoveel contracten verkopen als ik wil. Houd er wel rekening mee dat je contracten nodig hebt om weer nieuwe contracten te krijgen. Heb ik 6 of meer contracten, dus ligt het hier vol en liggen er al contracten naast mijn bordje, dan ben ik verplicht om tenminste 1 contract te verkopen. Dus 5 of minder, dan mag ik verkopen. 6 of meer, dan moet ik er tenminste 1 verkopen. Dat is de eerste stap. De tweede stap is we gaan reizen. De speler die aan de beurt is, die pakt de reispion en die zet hij op 1 van de locaties hier in het midden van het bord. Ik ga bijvoorbeeld reizen naar Engeland. Engeland is hier, ik plaats de pion op Engeland. Het eerste waar ik naar ga kijken is, staat hier een zandloper? En zo ja, staat er een plus of een min voor. Zoals jullie hier bij de Dutch Republic zien, staat een zandloper met een plus 1. Dat wil zeggen, als ik daar naartoe ga reizen, dan pak ik een zandloper van het bord. En dan pak ik altijd de meest linker zandloper van de bovenste rij. Gaan we zo meteen verder naar kijken. Staat er een plus 2, pak ik 2 zandlopers. Staat er een min 1, zoals in Spanje, of een min 2 in Italië, min 3 in Newfoundland, dan moet ik dus tijdmarkers inleveren. Heb ik die tijdmarkers niet, kan ik bijvoorbeeld niet die 3 tijdmarkers betalen voor Newfoundland, dan mag ik daar niet naartoe. Derde wat ik doe op een locatie is, ik pak alle blokjes die er liggen. Als er 1 blokje ligt, dan mag ik dat zelf op 1 van de 2 locaties plaatsen. Zoals jullie net zagen, grijs levert mij of fabric of coal op. Dus ik mag kiezen of ik hem op fabric of coal leg. Zouden er 2 blokjes liggen op een locatie? 2 blokjes betekent dat ik er automatisch 1 moet plaatsen op fabric en die andere moet op coal. Dat moet ik dus verdelen. Liggen er 3 of meer blokjes? Dan heb ik weer de keuze. Ik moet er sowieso 1 op fabric en 1 op coal plaatsen. De overige blokjes mag ik zelf ergens neerleggen. Dus laten we zeggen, als er 10 blokjes zouden liggen, leg ik er 1 op fabric en 9 op coal. Dat is toegestaan.
Die goederenblokjes pak ik en plaats ik op mijn bordje. En het laatste wat ik doe, is ik ga weer aanvullen. Als ik op een locatie ga staan, dan vullen alle locaties die daar aangrenzend zijn, en aangrenzend in dit spel wordt weergegeven middels de touwen, daar komt een blokje bij. Dus in dit geval is dat de Dutch Republic, Spanje en Frankrijk. Dat is stap 2 van je beurt. Gaan we naar stap 3. In stap 3 mag ik contracten voltooien. Contracten mogen alleen voltooid worden als je daadwerkelijk in het land bent met die pion waar het contract voor staat. Ik ben naar Engeland, ik zie hier bovenaan dat dit contract voltooid kan worden in Engeland, dus dat mag ik doen. Wat moet ik doen? Ik moet 1 graan inleveren. Zoals jullie zien, ik ben net begonnen, ik heb enkel 1 blokje fabric, ik heb nog geen graan, maar ik heb nog wel mijn voorraadschuurtje. En daar ligt nog wel een geel blokje. Dus wat ik kan doen, ik kan bijvoorbeeld zeggen, dit gele blokje uit mijn voorraadschuur, dat is even graan. En dan mag ik dat contract voltooien. Ik ben in Engeland, ik heb een blokje graan, dat lever ik dan in en ik voltooi het contract. Wat krijg je dan? Dan krijg je een nieuw contract. Dit was een niveau 2 contract. Dat betekent dat ik nu, omdat ik hem voltooid heb, automatisch een niveau 3 contract krijg. En dat is dan de bovenste. En die komt gewoon op de eerste vrije positie op jouw spelersbordje. De volgorde hiervan maakt niet zoveel uit. Zou ik nu nog steeds in staat zijn om een contract te voltooien? Ik heb toevallig dan geen contracten meer uit Engeland. En een contract wat je al voltooid hebt deze beurt, mag je niet nog een keer voltooien. Je mag niet zeggen, ik heb 6 graan, dus ik doe 6 keer dit contract. Dat mag niet. Elk contract mag maar 1 keer per beurt. Maar zou ik bijvoorbeeld nog een tweede contract hebben en ik zou dat kunnen voltooien? Bijvoorbeeld, ik heb deze. Ik heb daar visolie en citrusfruit voor nodig. Nou, ik heb toevallig in mijn volledig afgevulde magazijn nog een rood en een paars blokje. Die leg ik op die locaties. Dan ga ik dit contract ook meteen voltooien. Ik lever de goederenblokjes weer in. Dat was een niveau 5 contract, dus dan pak ik een niveau 6 contract. Ik heb nu geen plaatsen meer beschikbaar op mijn bord, dus hij komt naast mijn bord te liggen. En dat betekent dus dat hij halve punten waard is aan het einde van het spel. Contracten naast het bord mag je ook gewoon voltooien, alleen ze zijn aan het einde minder punten waard. Wat het voltooien van contracten betreft, je mag zoveel contracten voltooien als je wilt. Alleen, wat ik zeg, een contract mag maar 1 keer per beurt worden voltooid. Je moet natuurlijk wel de goederen hebben en op de juiste locatie zijn. Maar als jij bijvoorbeeld een level 4 contract voltooit, daardoor krijg je dit contract. En je bent in Engeland en je hebt de goederen, dan mag je gelijk zeggen, oh ja, dit nieuwe contract kan ik ook gelijk voltooien. En je hobbelt verder. Dus daar kun je lekker mee spelen. Dat is de derde stap, het voltooien van contracten. Wat je altijd mag doen, is je mag 4 van deze tijdfiches altijd inleveren om 1 goed te krijgen om een contract te voltooien. Je mag niet 4 tijdfiches inleveren om dan te zeggen, joh, ik leg hier vast even een wijnblokje neer. Gewoon, dat kan maar een keertje nodig hebben. Nee, je mag 4 tijdmarkers inleveren. En dan krijg je 1 goederenblokje als het ware om een contract te voltooien. Dus als ik alleen de fish oil zou hebben en 4 tijdmarkers, kan ik zeggen fish oil, 4 tijdmarkers en ik heb dit contract voltooid. De vierde stap is het meereizen. Dat is eigenlijk een stap voor de andere spelers. Ik ben naar Engeland gegaan. Nou ga ik met de klok mee aan de spelers vragen, willen jullie met mij meereizen naar Engeland? Als ze dat willen, dan kost dat 1 tijd. En dat wordt afgebeeld hier onderaan in de hoek. Dat zie je meereizen. Dat is dat mannetje. En dan 1 zandloper. En sommige locaties zoals Newfoundland, dan moet je zelfs 2 zandlopers betalen. Maar als ze mee willen reizen, moeten ze dat betalen aan mij, de speler die daar naartoe gereisd is. Dus ik vraag, joh, wil je mee naar Engeland? Hij heeft bijvoorbeeld daar een contract liggen. Hij heeft daar bijvoorbeeld een bonuskaart liggen. Dus hij zegt, ja, ik wil graag meereizen. Dan moet hij mij een tijdfiche geven. Heeft hij dat niet, dan kan hij natuurlijk gewoon niet meereizen. Maar dan mag hij wel gewoon als het ware een beurt spelen. Hij krijgt goederen uit bonuskaarten die hij heeft. Dus die mag hij pakken. En als hij dan contracten heeft die hij kan voltooien op die locatie, dan mag hij die ook gewoon voltooien, net zoals ik
in mijn derde stap contracten mag voltooien. Dus hij mag ook gewoon zeggen, ik kan dit contract voltooien. Ik krijg een nieuw contract. Oh, dat is ook Engeland, kan ik ook voltooien. En zo kan hij dan ook weer nieuwe contracten bij elkaar sprokkelen in mijn beurt. Dat is de vierde en laatste stap van de spelerbeurt. Is dat klaar, gaat de volgende speler beginnen bij stap 1. En dat is het verkopen, het investeren. Heb je 5 of minder contracten, dan mag je verkopen. En zoals ik nu 6 contracten heb, dan ben ik verplicht om een contract te verkopen. Maar je wilt ook contracten verkopen. Want laten we zeggen, ik ben klaar met deze. Die verkoop ik, die gaat naar de aflegstapel. Ik krijg daar 2 muntjes voor. En dan kan ik weer investeren. Verder komt er een plaatsje vrij. En dan komt mijn 6 contract hier op mijn bord te liggen. En dan is die in plaats van 3 punten naast het bord weer 6 punten waard. Dus je wilt natuurlijk een beetje ruimte maken voor de zwaardere contracten. En je wilt heel graag natuurlijk extra bonuskaarten hebben of gebouwen om aan het einde van het spel te scoren. Zo gaat de beurt verder. Het spel is afgelopen als iemand een level 10 contract voltooit, dan krijgt hij deze kaart. Een level 14 contract, nou die is een hoop punten waard. Of als de laatste tijdmarker van het bord wordt gehaald. Als die laatste tijdmarker van het bord wordt gehaald, krijgen alle andere spelers nog wel hun beurt. Degene die hem eraf pakt, maakt zijn beurt af. En de andere spelers krijgen nog 1 laatste beurt. Mochten ze in zo'n beurt nog meer tijdmarkers krijgen, doordat ze naar een locatie reizen die zegt dat je tijdmarkers krijgt, dan pak je die even uit dat bakje uit de reservevoorraad. En daarna is het een kwestie van tellen. Wat we nog niet gedaan hebben is kijken naar het tijdbord. Hoe werkt dat? Eigenlijk simpel. Als een locatie zegt dat je tijd krijgt, pak je die van dit bord. Zoals ik zei, je pakt altijd de meest linker fiche van de bovenste rij. Dus ik mag bijvoorbeeld 2 tijd pakken, dan pak ik 1, 2 tijd. De letters op de onderkant van deze fiches zijn op dat moment voor mij niet interessant. Moet ik tijd betalen, dan betaal ik tijd uit mijn eigen voorraad. En dat gooi ik gewoon naar de algemene voorraad van tijdcounters. Tijd betalen gaat niet aan de hand van dit bord. Waarom is dit tijdbordje dan belangrijk? Waarom ligt het er? Omdat aan het einde van elke rij, daar hebben wij een lichter gekleurd vakje. En daar staat zo'n rond pijltje naast. Als iemand dit tijdfiche pakt, dan krijgt hij dat tijdfiche wel, maar dan moet hij hem even omdraaien. Daar staat een letter op. Die letter geeft aan dat je in rij A op je spelersbord 1 goed moet weggooien. Je zult zien dat je spelersbord opverdeeld is in kolommen en elke kolom heeft een letter. Heb jij in rij A geen blokjes liggen en er komt een A, dan is dat voor jou natuurlijk alleen maar gunstig, want dat betekent dat je geen blokjes verliest. Heb je daar 5 blokjes liggen, zul je 1 blokje weg moeten gooien. Er zijn ook counters die hebben dubbele letters, dan moet je dus 2 blokjes weggooien uit de 2 letters die erop staan. Degene die dit tijdfiche pakt, mag ervoor kiezen om te zeggen, als dit tenminste maar 1 letter is, van, nou, dit komt me niet goed uit. Het fiche houdt hij. En hij draait het volgende fiche om. Dus het eerste fiche van de volgende rij. En dat is dan de rij van waaruit goederen weggehaald worden. In dit geval een B. Fiche laat je gewoon liggen. Want als iemand anders straks tijd krijgt, dan pakt hij gewoon die tijdfiches. Dat maakt helemaal niet uit of die open of dicht zijn. Maar dan kun je nog een keer zeggen van, nou, A komt me heel slecht uit. Dat schopt mijn hele plan in de war. Ik gok dat de volgende beter is. Nou, in dit geval is dat uit rij B. Wie weet is dat beter. Dat mag dus alleen maar als hier een enkele letter staat. Als je hier een dubbel A zou opendraaien, dan heb je gewoon pech. Dan moeten de 2 goederen weg uit rij A. En je hebt ook geen kans om te zeggen, nee, ik wil deze negeren, maar ik pak de volgende. Dubbele mag je dat grapje niet doen. En dat is het tijdbordje. Eigenlijk heel simpel. Degene die aan het einde van het spel de meeste punten bij elkaar heeft weten te sprokkelen, wordt de winnaar van Mercator. En zo wordt dit spel gespeeld. Het eerste wat opvalt aan Mercator is de leuke vormgeving. Je krijgt dus die zelf in elkaar te vouwen bakjes waar je de blokjes in kan bewaren. En die passen dan ook weer in het spelersbord, zodat ze niet schuiven of rommelen. En dat ziet er gewoon heel tof uit. Daarnaast heeft iedere speler zijn eigen kantoorbordje waarop hij zijn goederen overzichtelijk kan opslaan. Zijn contracten liggen daar en daaromheen verzamelt hij natuurlijk de gebouwen en bonuskaarten
om zichzelf nog beter vooruit te werken in dit spel. En dat ziet er gewoon ook fraai uit. En de hele layout, de hele vormgeving van het spel is gewoon heel duidelijk en heel goed gedaan. Ze werken met symbolen die terugkomen en ze werken met duidelijke kleuren die goed te onderscheiden zijn. En dat is gewoon prettig. Dat maakt dat het spel lekker makkelijk speelt en dat je je goed kan concentreren op de meer strategische kant van het spel. Want wat je natuurlijk probeert te doen is contracten binnenhalen. Want daar kun je aan het begin van je beurt weer geld mee verdienen voor gebouwen en voor bonuskaarten. En tegelijkertijd probeer je ruimte te creëren op je kantoorbordje, zodat je de zwaardere contracten die je naar binnen haalt daarop kan leggen en de maximale hoeveelheid punten eruit kan trekken. En aan de andere kant probeer je natuurlijk te zorgen dat je je bonuskaarten en je contracten een beetje op elkaar afstemt. Zodat als je naar een locatie gaat, je goederen krijgt die je weer kan gebruiken om contracten te voltooien. Want ja, je moet rekening houden met, je mag maar naar één locatie reizen. Daar krijg je blokjes van. En ja, dat is één kleur blokjes en daar zul je het dan even mee moeten doen. Bonuskaarten helpen je dan om nog andere kleuren bij elkaar te sprokkelen. En dan mag je ook nog een keer alleen maar contracten voltooien van die locatie. Dus je zult het moeten proberen om vooruit te denken, zodat je lekker combinaties gaat maken en contracten op contracten gaat stapelen. En dat is een hele leuke uitdaging in dit spel. Minpunt wat ik heb zijn de spelregels. Die vind ik erg onoverzichtelijk. Zoals ik al zei, je begint eerst met een korte samenvatting hoe het spel gespeeld wordt. En daarna gaan de regels pas uitleggen hoe het daadwerkelijk gespeeld wordt. Waardoor je eigenlijk de hele tijd heen en weer moet bladeren. Want de korte samenvatting is niet compleet. En de uitgebreide uitleg is ook niet compleet. Ze verwijzen steeds naar elkaar toe. En dat vind ik gewoon storend. Doe dat gewoon in één keer goed. Maar het spel zelf ziet er goed uit. Het is mooi overzichtelijk. Daardoor speelt het relatief simpel. Je beurt is eenvoudig te onthouden. En je kunt leuk meekijken met de andere spelers van wat vinden zij interessant. Als ik bijvoorbeeld naar die locatie ga, dan gaan zij misschien wel meereizen. Krijg ik weer tijdmarkers en dan kan ik dan zelf weer eventueel contracten mee voltooien in een volgende beurt. Ik vind de vormgeving en de mechanismes in het spel heel goed gedaan. En het spel in zijn totaliteit speelt daardoor heel prettig. En voor je het weet is het potje over. En het is om die redenen dat ik dit spel gewoon een 7 heb gegeven. Not spelling's older.